Jeroen Rijsdijk, moet je even in je arm knijpen, want jullie staan gewoon tweede op de ranglijst op een directe promotieplek. Ja, de ene week is de andere niet, hè. Ik bedoel, vorige week verlies je uit bij MVV en denk je, lekker dan. Heb je na zo'n week waarin uiteindelijk gelukkig ook de concurrenten verliezen, win je zelf. En laat de rest rondom jou heen punten liggen. Dus ja, super lekker, ja. Ja, was dit het enige juiste antwoord na vorige week? Ja, ik denk het wel. Even los van dat het misschien niet altijd vloeiend was, heb ik wel een ploeg gezien die volle bak streed. En ik heb gewoon een ploeg gezien die echt voor elkaar door het vuur ging. En dat is wel de basis van ons team. En dan kan je ook wel eens misschien voetbaltechnisch wat minder zijn en tactisch misschien wat minder. Maar energie wint het dan gewoon van plan, om het zo maar te zeggen. Ja, NEC, sterke tegenstander en ook helemaal niet zoveel minder dan jullie, denk ik. Nee. Het zat ook lekker mee, hè? Twee momenten die van doorslaggevende betekenis zijn. Na dat geklungel komen jullie voor. Ja. Door Verheid. Ja. Dat was een fout achterin bij hem. Ja. Nee, ik denk dat Thomas wel, dat we een aantal momenten in de eerste helft wel echt met een soort van jumpen. Je hebt Vargas een paar keer zien jumpen naar hun nummer 4. Bukusu, dat hadden we wel getraind met elkaar. Dat de manier van druk zetten was. We hebben een paar keer, denk ik, ze daar in de problemen gebracht. En ja, inderdaad, dan ontstaat er, je kan het geklungel noemen. Ik denk dat het eerder een fout was van hen dan dat wij dat top deden. Maar ja, uiteindelijk staan we er wel. En moet ik zeggen dat Thomas hem ook gewoon super knap afrondt. Ja. Ik bedoel, dat heeft hij al eerder laten zien. Hè. Dan is een kans ook bijna altijd een doelpunt. Ja, en daarna kregen zij een grote kans via Javier Vett uit ja. de draai. Wout was zeer attent. Ja, vond ik ook. Ook een paar keer met voorzetten dat hij hem even net wegtikte. Nee, uitstekend voor de verdedigers en de keeper is het lekker dat het een clean sheet is. En uiteindelijk voor het hele team dat je gewoon deze wedstrijd wint. Ja, tweede helft, dan komen zij redelijk goed uit de kleedkamer. Toch even wat druk van hun. En voor jullie een heel mooi moment dat de scheidsrechter de bal op de stip legt naar die corner. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Ja, ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd dat het een penalty was, heel eerlijk gezegd. Dus volgens mij ging het nog steeds. Ja, ik denk dat het een duel met Damon en de keeper was. Of die hem nou eerst raakt en daarna de bal. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed. Of je daar een penalty voor mag en kan geven. Maar het zat ons mee. Ja, dat zie je wel, dat je dat zo beleeft en ook zo toegeeft. Zeg maar. Ja, ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Soms dan wordt er ook wel eens dan loop je misschien wel eens te roepen van dat had een strafschop moeten zijn. En nu denk je, we hebben daar ook wel een beetje geluk gehad. Ja. Ja, en daarna kom je eigenlijk niet meer echt in de problemen. Hè? Ja, we houden dus dan nog een omhaalpoging, geloof ik. Ja, kijk, dan vind ik het echt een compliment voor de hele ploeg. Als je ziet hoe we dan met elkaar sprinten om gaten dicht te lopen. Hè, dan zie ik onze spitsen terug sprinten en dubbelen met onze backs om het gevaar weg te nemen. En ze te dwingen om weer terug te spelen. En dan kan je, na 80 minuten zie ik John Yeboah terug sprinten. Zie je Mees Kaandorp in de eerste helft een aantal keer terug sprinten. Dat is wel wat ik gemist had tegen MVV en wat MVV tegen ons deed. Ja, dat hebben wij nu ook gedaan en dan zie je dat je ook beloond wordt. Ja, je staat nu heel even los van de Graafschap. Bouw je dan niet met dubbele of met extra veel van vorige week? Ja, daar moeten we een streep onder zetten uiteindelijk. Weet je, iedereen verliest wedstrijden. Kijk, we hebben nu gelukkig het recht gezet. Dus een week later neem je dan revanche. En is het supermooi dat de tegenstanders, of althans onze belangrijkste concurrenten, ook gewoon punten laten liggen. En dan zie je hoe lastig het is in deze fase van een competitie om je eigen wedstrijden te winnen. Want op voorhand zou je niet zeggen dat de Graafschap zou verliezen bij Dordrecht. Maar dat doen ze wel. En dat NAC, die speelde wel weer tegen een lastig ploegje. Dan winnen ze hem ook niet. Dus de ene week is de andere niet. Jullie resten nu 7 finales. Te beginnen met een ongelooflijke lastige uitwedstrijd bij Roda. Die laatst nog van Cambuur wonnen in eigen huis. Dus het gaat een hele pittige worden op paasmaandag. Ja, kijk, uiteindelijk spelen zij vandaag gelijk. Hè. Weten ze ook niet te winnen van Go Ahead. Dus
Ja, het is ook niet zo dat je dan gelijk bang moet zijn van Roda JC. Maar die hebben best een aardige reeks op dit moment. Dus, maar wij volgens mij ook. Dus ja, dat wordt inderdaad een kluif, maar dat zullen zij andersom net zo zeggen.